Als ik de regisseur was. Als ik de regisseur was. Als ik de regisseur was, dan waren jullie mijn acteurs. En dan zou ik jullie daar gewoon even laten staan. Jullie zouden voor me staan en in afwachting naar me kijken. Ik zou vragen of jullie wat dichterbij zouden willen komen. En ik zou jullie bestuderen. Jullie hals, jullie mond, jullie lijf, jullie handen, jullie ogen. En dan zouden jullie naar me kijken. En jullie zouden mij zien staan en naar me glimlachen. Glimlachen. Nu. Ik zou jullie van alles kunnen laten doen. Bijvoorbeeld dit of dat. En dan deden jullie dat zo. Of zo. Of zo. Of zo. Ja, ja, zo. Zo is het goed. Ik zou jullie verliefd kunnen laten worden. En dan gek maken van jaloezie. En dan een kutgevoel geven omdat het uit is. Oh. Maar dan zou het ook weer goed maken, toch? Zelfs wanneer ik mij vraag hetzelfde hou, zijn jullie antwoorden steeds anders. En zolang jullie blijven antwoorden, blijf ik vragen. Eigenlijk gaat het me niet om het eindresultaat. Eindresultaten bestaan niet. Het proces is het product. En deze film is nooit af. Wachten jullie ergens op? Oh ja, een opdracht. Eens even kijken. Wat zouden jullie willen dat ik vraag? Laat eens zien wat je zelf leuk vindt. Alright. Let's go. En aan het einde, dan zouden jullie buigen. Buig.